Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, het is echt een hele andere omgeving dan dat jullie van mij zijn gewend. Het is vandaag 25 maart, het is nu 10:38. Ja, we gaan nu eerst naar Amsterdam Sloterdijk en dan daar overstappen naar Den Helder. En wie zijn er nog meer bij? Die sowieso. En die. Ja. Meiden ook. Laat het even zien. Grapje. Dat is Lady. Dat is Loffie. Ja, hier is Loffie. Hier is Loffie. Dat is Lady. En Max. Ja, en we zitten dus nu in de Sprinter. En nog niet in de Intercity. Nee. En want we gingen hier al eerst net uit. En Rody denkt, nou, we gaan even overstappen, want dan sneller. Blijkt dus niet sneller te zijn. Dus dan weer we terug in de... In de Sprinter. Eerste klasreis. Yes! Heel veel kijkplezier. Hoi. Hoi. Ben je nog niet dronken? Of ga je nou dronken worden? Een beetje, ik weet niet. Thee. Bier. Bier, ook goed. Theebier. Ja, alleen de licht is een beetje raar, dus ja, dat schiet niet op. Maar ik kan hem wel een beetje lichter maken, hè? Dat scheelt wel weer. Zo. Dus het gaat allemaal lekker. Ja. Jij en dat hij het nou goed doet nu al? Ja, zelfs het beste. Mooi. Zoals ik het iedere dag doe, bijna. Mooi. En lekker rustig liggen. Mm-hmm. En heb je er zin om weer naar je schoonmoeder te gaan? Ja, wat anders. Ik heb de tijd niet gezien. Dus... Mooi. Dus je hebt er zin in? Ja. Mooi. Nou, we zijn dus nu bij station Sassenheim. Ja, Sassenheim. Het is nu 10:43. Ja, het gaat hard. Is leuk. Is geweldig. Ja, sorry meneer conducteur. Dus dat wordt gezellig, dat wordt leuk. Misschien dat we een beetje vliegtuigen zien kunnen sporten. En met vloggen, dat is leuk. Ga je niet meekijken? Ja, toch? Even kijken of ik zo meteen wat kan zien. Ja, vind ik grappig. Ook een beetje voor jullie vanzelf. Ja, toch? Een beetje kijken, hè? Ja, fluiten. Dat is leuk, fluiten. Scheidsrechter. Ja, nee, ik ben ook nog niet wakker. Niet helemaal. Precies. Maar ik heb mijn camera mee. Zo worden ook weer drukfoto's gemaakt. Ja. Nee, ik zie nog geen... En geen mooie vliegtuigen, nee. Jullie? Nee, hè? Nee. Misschien dat we zo meteen er eentje weer inhalen, want ik zag er net wel eentje. Kijk, is dat ze hem? Dan gaan we weer voorbij. Zassen! Zullen we nog een bordje zassen hebben? Ja. Mooi. Die gaat vertraagd worden. Kijkt iemand me aan van je spoor niet echt helemaal. Nee, dat klopt, want ik rijd dus nu wel op een spoor. Maar ik niet, maar ik zit. In een Sprinter. Ja. Hoe goed. Kijk. Laat jullie een beetje meegenieten. Even een strijkreis, dat is leuk. Misschien in dat ik vliegtuigen nog kan. Kijk, paardje. Ja, paardje. Ik zie geen vliegtuigje meer. Nee. Helemaal niet. Dat is jammer. Handig. Vloggen kan toch een beetje hard zich laten genieten. De haventje, kijk. Misschien ook weer eens wat, hè? Een beetje van Sassenheim. Ja, het is gezellig, toch? Maar de conducteur me dat maar niet opzetten. Nee, zal ik dat maar niet doen. Dat is fijn voor hem.
ik ben ook wel eens bezig met mijn telefoon. Het is jammer dat ik nu al onze vlogcamera niet heb, hè? Ja. Nee, ik heb twee flessen oranje mee. Niet ons. Ja, ik heb er eigenlijk drie, maar twee zijn gevuld en eentje is van die lege. Ja. En we hebben een hele grote tas met vrieswaren mee. Ook dat. Ja. En want mijn vriezer die was een beetje vol aan, dat raak ik op niks meer kwijt. Dus dan is het. Ah, heeft u nog vlees nodig? Ja, dochter, mooi. Dan neem ik vlees mee. Het is een beetje zwaar, maar. Joh. Daarvoor heb ik ook een bikkel die het wel een beetje kan tillen. Hè? Je bent mijn bikkel, toch? Ben ik een bikkel? Ja? Oké. Ja, toch? Hè? Steen de bikkel, ijzer bikkel, stalen bikkel. Nee, echt gewoon een bikkel. Bikkelhard. Ja, precies. Alleen het zonnetje wil een beetje doorkomen. Het wil nog niet weg. Wat ik doe. Nee. En dit wordt wel weer een hele lange vlog. Want ja, ik bewerk niet zo heel veel. Het is alleen maar kleine stukjes af. Voor en achterkant. Waar het net heel eventjes een beetje stil is. Of wat dan ook. Of dat het filmpje net begint. En voor de rest laat ik gewoon eigenlijk gewoon een beetje lekker laten. Joe, het is nou donker. Kijk, dat is leuk. Nou, wat weer. Tunnels vind ik ook helemaal niks in het trein. Tunnels. Als dat gebeurt, je kan er niet zo snel uit. Auto's daarentegen wel wat sneller. Daar kun je er wel wat sneller uit. Binnentemperatuur is, kijk, dat kunnen jullie heel mooi zien. Het is nu 8 en 21 graden binnen. Dat is leuk. Nou, ik stop er maar weer even mee. Check jullie nacht al, tot zakjes. Ja. Ja, vliegtuigje gespot. Joepie, ik hoor hem in één keer. Ik denk, ja, die moet erop, jongens. Die moet erop. Kijk, daar vliegt dat ding. Ja, ik denk hij moet er gewoon even op. Dat is leuk. Ja, we zijn er aardig in de buurt. Dus ja, dan moet hij er gewoon even op kijken. Kijk, we gaan er weer rijden. Kunnen we hem nog spotten? Jawel toch. Kunnen we hem toch nog wel even spotten? Ja, kom nog wel even spotten. Spotten, 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 spotten. Hij gaat lager in de mist. Dat vind ik niet leuk. Nee, die gaan we niet meer redden, denk ik. Nee. Oh, toch. Schiphol Airport, Lelylaan en Alsluiterdijk. Kijk, dat is leuk. Nee, die gaan we niet meer redden, jongens. Nee, helaas. Sorry. Laat ik ze doen. Mop, misschien dat we nog eentje tegenkomen. Waar je hoofd erop. Ja, je weet het niet. Misschien wel, misschien ook niet. Dan gaan we gewoon even bekijken. Ik moet hem gewoon even aanhouden, toch? Dat is leuk. Daarom zeg ik al, dit wordt weer een hele lange vlog hoor. Echt. Ze liggen te slapen. Zijn wel. Half. Ja. Het is een beetje mist al. Ah, vind ik wel leuk. Nee, een heel klein inmiddels mist. Oh ja, mijn grote vriendin en die heeft ook al een nieuwe auto. Volgens mij, als ik het goed had, een Volkswagen. Maar als dat in is geruild en voor die grote pakbeest, dan vind ik dat heel zonde. Want die grote pakbeest die zat ook wel lekker. Oké. Okay. Dat je heel veel vierkant hebt. Ja, die ja. 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 Maar als het. Maar en als we die dus namelijk in hebben en geld en voor een Volkswagen. Ja. Dat is zonde. Ik heb voor een Volkswagen gereden. Huh? Oeh, kijk. Die redden we net niet, want we gaan aan het. Nee, niet. Die tunnel nog niet. We rijden te. Kijk, ja, kijk. Ik kan nou niet in- en uitzoomen, dat is jammer. Maar hij vliegt te ver, denk ik. We zullen het wel merken. Hij vliegt naar achter de bomen. Ja. We gaan het gewoon wel merken, joh.
vliegtuigspotten. Station Hoofddorp. Hoofddorp. Ja, Hoofddorp. Dat is fijn. Hoofddorp. Hoofd. En dan een dorp. Nee. Wil je wel helemaal goed in bij je hoofd? En dan in een dorp? Hoofddorp. Oké. Okay. Station Hoofddorp. Kopstad. Hè? Kopstad. Ja, precies. Nou, we zijn dus nu in Zaandam. Aan de andere kant van mij zijn die hele mooie huisjes. Daar, van die groene rare huisjes. Ja. Het was net eventjes een paniekaanvalletje bij mij. Maar ik ben blij dat ik mijn twee dames bij me heb. En op dit moment ook Ro. Ook Ro die had er even last van qua zijn paniek. Maar... En dan had hij ook weer blij dat en dat hij Max bij zich had. Want ja, Max is ook voor hem eigenlijk een soort... Ja, nou ja, het is een therapiehond nu op dit moment voor Ro. Dus ja, dus nee. Straks daar, als we en bij mijn moeder zijn, even wat meer over. En dan laat ik haar wel eventjes het woord doen. Naar jullie toe, ja. Maar nu zitten we dus in de Intercity naar Den Helder. Naar Den Helder, ja. Dus ik zou zeggen, tot zo meteen. Ja. Ja. We zijn dus nu bij station Heilo. Station Heilo. Nou, heerlijk gewet, gaan we weer alweer uit. Ja. Ja. En 6:56 komen we in Schagen aan. Ja, in Schagen. Dan Annapolona, dan Den Helder Zuid en dan Den Helder. Ja, om 12:26. Joehoe! Den Helder, ja. Het is dat en dat mijn moeder er woont, maar anders. Nee. Dus mam, u heeft geluk. Ja. Anders zou ik dus echt niet gaan. Nu. Nee. Ook al heb ik daar nog van andere familie wonen. Maar. Nee. Maar dat komt wel goed hoor. Ja, dat komt allemaal goed. Maar nou kan ik ook mijn telefoon leeg en dat dan in de stekman flikken. Dat is leuk. Ja, dat is grappig. Wat? Ja. Dat is grappig. Nu kan ik het dus in de steekmap gooien. Jij wel. Kijk, dat is het leukste. Ja, wel hè? Ik ga jou zometeen even interviewen. Nou, zometeen. Ja, precies. Goed zo, grote jongen. Hoi. Zo, wat ging er nou mis met deze ikke dame? Nou, in de sprinter. We zaten in de trein. Sprinter. Pakkertrein. Sprintertrein. En bij de Schiphol waren er ook wat mensen die wilden graag in de trein. Maar er waren iets te veel mensen om in de trein te gaan. Dus dan kwamen ze ook in de coupé waar ze niet in mogen eigenlijk. Reistechnisch gezien. Klasse 1 hè? Klasse 1. Klasse 2 passagiers. Waar we dus nu ook in zitten, klasse 1, ja. Ja. Dus er bleven een heleboel mensen gewoon op het balkon staan. En wat is het balkon voor de mensen die het niet weten? Het balkon is dus de plek waar je in en uit moet stappen bij de deur naar buiten toe. Ja. Ja, naar binnen als je in wil stappen. Dat hoort eigenlijk vrij te zijn in geval van nood, van dan moet je eruit kunnen. Maar het bleef dus daar overvol staan met koffers en al. Toen wij eruit moesten, bleef het daar gewoon staan. Ook al kom je er aanlopen van, ik wil er langs, mag ik eruit? En een beetje wik en weg, mag je er eindelijk langs. Sta je op het station, waar je eruit moet. Ik ben Max eruit.
Jij wil eruit en iemand anders. Die wurmt zich langs jou, voor jou langs. En naar de andere deuren. Erin naar de andere deuren. Nee, maar ja, hoe is dat dan? Nou? Je zou denken, eerst eventjes uitstappen, ruimte maken, dan mag je instappen. Maar nee. Dus dat was even een paniekmomentje, want die deuren alweer een beetje raar gingen doen. Nou, die gingen dicht en deze kleine meid en die had niet eens de tijd om eruit te komen. Ja, dus het doet echt de handen. Dus dat was even een paniekmomentje. Ja. En nou, het voordeel daarvan was dat ze vlak bij de trap stond, eigenlijk. Ja. Trap naar beneden toe, en nog een trap naar beneden. En toen stond er een trein te wachten die al een beetje op het punt stond van nou, we bijna gaan vertrekken. Want we hadden eigenlijk 33 minuten om over te stappen, maar we hebben het in 3 minuten gedaan. Waarschijnlijk en nog zelfs minder als 3 minuten. Ja, oké. Okay. De overstaptijd, we waren als eerste eigenlijk eruit. En als laatste in de trein, in deze trein. Dus net eventjes een kleine marge van 3 minuten, 2,5 minuten ging. We zaten er eigenlijk net in, toen ging al de deur al dicht. Dus ja, de reisplan die zegt, je hebt 33 minuten. Maar hoe, dat is de trein later, oké, okay. Kan begrijpen. Maar als je een beetje snel bent, dan heb je nog een trein van een half uur eerder. Ja, en want we zouden eigenlijk daarom iets voor 1 aankomen. Ja, we komen nou om 12:30 aan. Ja, klopt. Dus hebben we nog een lekkere speling naar mama toe. Ja. Heb je er zin in? Ja, zeker. Toch wel? Ja, ik heb er net geappt van we komen ongeveer 1 uur aan. Maar ik weet niet precies hoe het dan gaat allemaal. Want je kan een beetje lopen natuurlijk. Jo, je meent het. Snuffelen. Maar... wel handig als je de honden uitlaat. Maar hoe vind je dat Max het nu doet? Max is heel lief, ligt lekker rustig hier. En alsof je het dagelijks doet, zeg maar. En helpt hij jou ook met andere dingen? Nu met, vooral nu net bij, ja, bij de trein? Ik weer van, nou, we zitten wel in de goede trein, dus dat is even paniek, maar hij vindt het allemaal best, dan vind ik het allemaal best. Ik kan me daarop focussen, dus dat is wel allemaal. Dus je bent blij met, en met Max? Ik ben blij met Max, dat hij er is, dat ik voor hem mag zorgen. En dat hij ook weer een stukje jou ondersteunt? Ja, daar ben ik ook blij mee. En Max? Ja, Max, hij vindt het allemaal best. En je leert steeds meer over Max, van wat hij wil en wat hij doet aan zijn gedrag, zeg maar. Zoals? Zijn houding. Wanneer hij wil spelen, wanneer hij wil eten, wanneer hij wil gaan lopen of iets buiten wil gaan doen. Ja. Dat leer ik nu ook heel veel. En van die kleine dame, Lady, en die weet ik wel, maar... Ja, oké. Okay. Maar Max en die doet het wonderbaarlijk goed. Lekker een treinreis van 2 uur en 3 kwartier. Ja. Ja, dan mag ze toch een keertje een beetje, klein beetje wandelen. Tussentijds. Toch wel? Ja. Zoals in Leiden. Ja, dat was jouw fout. Ja, nee. Vertel. De planner zegt Leiden overstappen naar de Intercity naar Sloterdijk. Van 4A naar 4B overstappen. Nou, dus ik stap netjes uit 4A, loop naar 4B, komt er een andere sprinter binnen. Ik denk van, dat klopt niet. Ik pas niet in mijn straatje, dus dat ben ik ook weer van, als dingen niet gaan kloppen, dan vind ik dat niet fijn. Dus ik kijk op de borden van, nou, waar gaat die trein dan? Nou, dat lijkt helemaal niet eraan. Ik kijk op 5B een trein te gaan, die gaat over 20 minuten. Dus dat schoot niet echt op. Dus we zijn weer teruggegaan naar de sprinter. Waar we uitgestapt waren, daarheen gestapt, dan nog een minuut over voordat hij eigenlijk ging vertrekken. En nu zitten we hier, dus ja. Het is een beetje hectisch, hè, vandaag? Een beetje hectisch, niet helemaal volgens schema. Nee. Dan kun jij heel slecht tegen Marieke ook, en dan worden we lekker kribbig op elkaar. Ja, dus ik ga je straks even uitschelden met buitenbeeld. Lul. Eikel. En ik heb een beukennootje. Kastanjes. Ja, precies. Bosbessen, ook lekker. Ja. Dus ja. En zo. Station in de nacht, dat is mooi. Ja, meneer
meneer Hero die springt gelijk in zijn paniekmodus. Kom jij eens even hier, oh schatje. Even niet onder die stoel. Goed zo. Ik zie de vuurtoren niet eens. Jongens, wat is dit slecht. Ja, dus en? Toon? Er is iemand niet met mij eens. Den Helder, Den Helder uit, Den Helder binnen. Ja, ik vind het prima. En daar hebben we ergens een manege aan die kant. Die zie je nou niet, ik wel. Ah, dat is een manege en waar Fanti staat. Ja, Fanti. Joepie, ze schoten zie ik al. Ja. Den Helder Zuid, Den Helder Zuid. Ik word gek even die palen zo en door mijn beeld heen. Bioep. Bioep. Wat zijn ze hier nou weer aan het bouwen dan? Een slopen bouwen, wat zijn ze hier allemaal aan het doen dan? Huizen bouwen zo. Dezelfde zijn. Jo, dat wist ik al. Wat zijn ze hier aan het doen dan? De mensen die in Den Helder wonen, wat zijn ze hier aan het bouwen? Vertel, wat zijn ze hier aan het bouwen, Hero? Deze blokkendozen. Ja, leuk. Dit wil je, ja. Deze witte dingen, wat is dit? Vertel, wie kan mij dit vertellen? Den Helder Zuid. Station Den Helder Zuid, Hero. Het lijken op een woning of zo en dat het wordt, maar ik weet het ook niet zeker. Ja, beeld graag, dank u. Maar ik ben ook moe. Ik loop ook zoveel, ja. Nee, ik moest even kijken bij zijn voedseltje, meisje. Ja, en ik kreeg al namelijk iemand op zijn Facebook. Ja, maar het is nog een pup en je moet niet zoveel lopen. En het is per maand bla 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 bla. Ja, maar pupje geeft zelf aan. Ja, top. Wat de grenzen zijn. Ja, maar dat is moeilijk. Ja, maar het is nog een pup en die mag niet zoveel lopen. Ja, maar die pup heeft heel veel energie. Juist, lopen. Maar dat is moeilijk. En weer doorgaan. Dat ook, ja. Vallen, opstaan en weer doorgaan. Hij woont van Veen, was het toch? Geen idee. Maar hij is wel goed. Hè? Ik zal er even inzoomen voor jullie. Voor de mensen die willen weten wat het is. Ik ook. Zo kan ik weer wat meer zien wat het wordt aan de voorkant. Volgens mij huizen, maar ik weet het echt gewoon niet zeker, mensen. Ik weet het niet. Wie kan mij dit vertellen wat dit wordt? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jullie ook? Ja, wij ook toch? Ja. Dit slaat ook nergens op, dit. Echt gewoon niet. Goedemiddag dames en heren, nog enkele minuten en dan naderen we station Den Helder. Den Helder is de eindbestemming van deze trein. Jeeuw. De trein gaat verlaten, denk dan aan het meenemen van uw eigendommen. Jeeuw. En namens het aanwezige treinpersoneel wensen we u nog een fijn weekend. Nu eerst Den Helder, eindbestemming. Dankjewel!
Wat is eerst die het zo zucht een fijn weekend? Oh, jongen. Die is leuk. Mm-hmm. Nou, dan is het een treinpersoneel. Ja. Dat is toch leuk? Waarom moet YouTube het niet? Omdat YouTube het niet wil doen. YouTube het up. Hier langs Tuindorp, Anemonenstraat. Anemonenstraat. Tuinstraat. Bloemstraat. Parkstraat. En dan hebben we hier ook de Floraastraat. Faunastraat. Nee, die hebben we dan weer net niet. En dan komen we uit op de Brakkenveldig. Op de Brakkenveldig. Hey mensen, jullie staan er gekleurd op hoor. Weet het even niet, maar jullie staan er gekleurd op. Rijwielen Isendoorn. Via de brandnetel staat naar Distelhof zeker. Ja, zoiets. Mooi huisje leeg, hoor. Gaan we hier wonen? Pff, echt niet. De H.A. Lorenzstraat. Ja. Den Helder, jongens, we zijn er weer. Pff, heb ik er zin in? Ja. Mam, niet om u, maar Den Helder, nee. Het is niet echt mijn favoriete dingetje, maar dat weet u. Beetje te veel gebeurd. Oké. Okay. Ja. Yeah. Ik moet mijn telefoon hebben om zo meteen uit te checken. Ja. Ja. We zijn dus in Den Helder aangekomen. Ja, kom. Dames, kom. Even lopen. Goed zo. Het ligt hier dus helemaal open, zoals jullie kunnen zien. Het lijkt hier wel nieuwbouw, maar het is echt even helemaal anders hier. Maar oké, kom. Dames, kom. Nee. Lopen, kom maar. Kom. Ja. Ja. Kom hier nog wel bij. Vanmiddag even zo. Ja. Ja, het ligt dus hier helemaal open. Maar daar wat later meer over. Ja. Misschien dat ik vanmiddag hier nog wel even doorheen ga. Snel kijken. Of zo. Loof in vloglijn. Goed zo. Allemaal. Hé. Hey, ze zijn hier gewoon aan het renoveren, joh. Zo dan. Kanonne. Oh. Ja, ja, oké. Okay. Ja, later. Tot weet ik veel. Ze zijn gewoon helemaal aan het renoveren, joh. Nu pas. Ja. Zo, nou, wij lopen dus al eventjes een tijdje. Even zijn met de honden. Frodo is mee, Max is mee, mijn moeder is ook mee. Kijk, top. Hi. 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 En dan mijn dames is er mee. Gezellig. We zijn eventjes naar het uitstrooiplek van even mijn stiefoma en mijn stiefvader. Dus mijn vader en mijn oma. Maar oké, okay, dus daar zijn we even geweest. Want dat zou ik nog doen en met mijn moeder. En nou even met Roderick ook erbij. Maar Roderick heeft ze allebei niet gekend. Ik ken mijn oma ook niet helemaal. Ja, één keer heb ik haar gezien. En dat was dus met de crematie van mijn mama haar mannetje. Dus ja. Dus nu lopen we weer richting mijn moeder haar huis. Maar even met een klein ommetje. Dus ook gezellig. We zijn even net langs de dijk geweest. Ik heb daar mooie foto's van gemaakt. Ik hoop ook en dat ik een heel klein inimini zeehondje erop heb. Want hij was wel ver, maar het is een beetje heilig over zee. Dus we zullen het wel weer merken. Doe maar een autootje. Doe maar een mooie Ferrari, hè? Ik heb die mooie Ferrari erop, mam. Camera kan doen. Oh, vrouwke.
Dames, ja, dat wil ik u laten zien. Dames, mag ik erbij? Ik ben bang dat hij hier al niet meer doet. Ja, daar komt hij. Doet hij het nog? Ja hoor. Hoop ik. Als ik het zo goed zag. Het water is een keertje helder, man. Ja. Dat mag in de krant. Nou ja, die stank. Ik vond het jammer dat ik al leed in mijn mannetje was. Ja. Oh, ik kan lukt het nog, Rauw? Ja. En met de twee heren? Hè? Vijf van die waar ik aan draaien kan. Blauwe toren die wil dat laten zien. Ja, ja, ja. Kijk, hier staat in draaien. Nee, maar mam, ik weet wel wat en wat u bedoelt. Ja! Hi Max, hi Frodo! Frodo! En Lovely en... Mooi autootje! Mooi dinky! Mooie dinky toy! Ja, je staat erop, vriend. Op de vlog. Nou, hou ze op. Je mag hem echt wel gewoon streng aanpakken. Want dat is op dit moment... Jij bent de leider, Ro. Dat is een mooi autootje. Hij staat erop, hoor. Op en op mijn vlog. Sorry. Je kan me volgen. Dus op en op YouTube. Heb je kaartje? Heb je kaartje nog? Ik kan mij opvolgen, hoor. Ik kan het voor mij erop. Even. Nou. Mooi. Ja, maar je staat er mooi op, hoor. Zo, kijk, dat is leuk. Mam! Ja, joh, mam. Ja, hoor. Ja, je staat er nou op, hoor. Ook, hoor. Dus je komt er nou mooi op. Ik heb het nieuwe gevangen. Dat is mooi. Ik denk, jou heet nog niet. Corine met IE? Ja. En dan? Luisterburg. Luisterburg of Luisterburg? Luisteren met je oor. Luisterburg. Oké, ja. De Jong. De Jong. Ja, dat is één naam. Ja. Mijn man, Valen en nee. Oh, ja, kaartjes. Super, ik ga gaan zoeken. Top. En mijn naam die staat op en op het kaartje. Karin van der Werf. Ja. Top. Fijne dag nog! Hetzelfde. Ja, jij staat er nu ook op hoor. Kijk, dat is leuk. Hè? Moet ik jullie er nog intillen of gaat? Ja, dat is leuk. Erin tillen, dat is leuk. Dames, serieus. Dankjewel. Zo, kijk, ze liggen hier voor apengapen. Hier ligt ook daar voor apengapen. Ja, helemaal. Ja. Lekker.
Zo, en ik vlog wel eventjes in met mijn telefoon. Ook goed. Dat mag ook. Ja hoor. Ja hoor, precies. Kan allemaal. Ja, en die doe ik zo wel even. En bij de poort. Hou je Max kort in verband met Gandalf? Ja, want die wordt buiten het mij verteld. Ja, dat klopt. Ik heb dit allemaal niet gezien. Nee! Nou, mam, doe rustig aan. Okay. Ja, even goed liggen. Toppie. Ja, tuurlijk. Nee, nooit. Doen we nooit. Oké. Doei. 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 Hey, goedenavond allemaal. Het volgende station is Nieuw-Vennep. Ja, het is nou al 9 over 9. Ja, straks is het bijna 10 over 9. We zijn dus nu alweer onderweg naar huis. Zoals jullie kunnen zien, want het is nou donker. Kijk, daar hebben we Roderick zitten. Hoeveel wil je maar hebben? Dit is heel grappig. Ja, kijk. Hoi. Alles goed? Ja, prima. Dat is mooi. Jullie ook? Weet niet. Geen idee. Dus ik ga zo meteen weer eventjes filmen als we weer thuis zijn. Of dat we al gewoon weer uit de trein stappen straks. En als we weer een stukje naar huis lopen. En als ik weer thuis ben. Oh, dan sluit ik straks weer af. Ja. Ja hoor, en dat hebben wij weer. Wij zitten nu in de Intercity. En we hebben een hele leuke, lieve conducteur. Die heeft even een foto gemaakt van de hondjes. En dat komt dus op de Facebook-site Honden in de Trein. Dus dat wordt nog gezellig. Karen is met de C, ja. Mag ik je erop doen of niet? Op een vlog? Ja hoor. Kijk, dat is mooi. Met baasje Karen. Baasje. Ja, jongen. In Roderick, hè? R-O-D-I-C-K. Rode. Hè? Rode. Ja, rode. Ja. R-O-D-I. Sorry dat ik er nog even wat bij zet voor jou, Roderick. Buitenbeeld. Buitenbeeld, oké. Okay. Ja, is goed. Half in beeld, half in beeld. Staan jullie even een tijdje stil? Want? 12 minuten. Oh, oké. Okay. Half. Dat is goed. Nee, niet van je werk. Nee. Half mooi in beeld. Maar jullie kunnen ook met Intercity om half, hè? Ja, moet naar Marie over. Oh, Marie over. Hier okay. Meteen goed. Half in beeld. Oké. Okay. Even kijken, dat is een. Mannetje. Ja, maar ik bedoel. Is een husky. 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 Ja. Lovely is een. Kruising tussen een Blue Merle Border Collie en een Malamute. Lovely is een. Ga maar even typen. Lovely. Ja, Lovely is een. Ja. Gaan even lekker Lovely vloggen. Is een, jullie staan er goed op. Lovely is. Niertjes staan er ook goed op. Kruising. Max ligt er lekker bij. Tussen een. Blauw gestreepte. Blauw gestreepte Border Collie. Collie. Met. Malamute. Een lady is een kruising tussen drie honden. Want haar moeder was ook al een kruising. Is een kruising tussen. Bordeaux nog. Bordeaux, hoe schrijf ik dat ook weer? Border, maar gewoon B-O-R-D-E-R. Nee. Bordeaux. 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 Ja, B-O-R-D-A-U. B-O-R-D. E-A-U, E-U-X volgens mij. Oh, Bordeaux. Dat kan Bordeaux. Oh, Bordeaux. Een Bordeaux. Dog. Dog. En een pitbull. Oh, en een pitbull. Ja. X. Pit. En haar vader. X. Sibi. Ja, X. Husky. Oh ja, dat is een simpele versie. Ja, een hele simpele versie. Dat is haar. Dat is haar papa. Alsjeblieft, dan krijg je telefoon weer terug. Oké, en nou kijk, ga ik hem plaatsen. Jeet, dat is mooi. Als het goed is, moet hij niet geplaatst zijn. Moet ik even kijken.
Als het goed is, hè. Ja, en er zit hier geen internet op en op deze sprinter. Kijk, staat erop. Lovely Lady Max in de trein van Den Helder naar Den Haag. Ze zijn in training zo boven met Paasje, Karin en Roderick, half in beeld. Lovely is een kruisje tussen een bleu, Merel, Borrecolli, keer Malou. En jouw naam is dus Johan. Ja, en Lady is een aangenaam. Kruisje tussen een Bordeaux, dog, Pitbull, keer Hux. Oké. Okay. Karin, aangenaam. Aangenaam, Johan. Hij staat er nu op. En je komt dus nu ook op en op mijn vlog, hè, terecht, hè, als je dat weet. Oké. Op je vlog. Ja. Ik heb schoonmoeder getikt, hè. Oké, okay. Ja, jullie zijn nog niet thuis, hè? Dus, ja, nog niet, nee. Maar ik zat in één keer te denken, ik heb wel eens meer. Top.